Sam, wedstrijd is gespeeld tegen NAC. Voor de wedstrijd heeft de trainer een praatje met jullie. Wat vertelt hij jou? Dat ik heel veel naar de buitenspelers moest spelen. Omdat hun heel erg compact speelden. En ja, dat we heel erg veel aan de duels moesten. Is dat gelukt? Ja. Hoe ging was dat voor jou? Het ging wel goed. En ik ben super blij omdat we hebben gewonnen natuurlijk. Jullie hebben gewonnen met 1-0. Jullie stonden 4 punten achter op NAC. Nu nog maar 1 puntje. Hoe blij ben je dan? Super blij. Je gaat nu meedraaien bovenin natuurlijk. Hoe voelt dat? Goed. Het werd rust. De trainer gaat wisselen. Wat denk jij dan? Nou, dat ik er gewoon in blijf. En dat het ander spel wordt. En dat het andere tactieken wordt. Maar we hebben gewoon de tactieken goed uitgevoerd. En we moesten nog steeds naar de buitenspeler spelen. En dat deden we ook. En we hadden een mooie goal via Marciano. Die gaf een crossbal op Fabiano. En daar kwam een goal uit. Winterstop. Wat ga je doen? Chillen. Fabiano, wedstrijd gespeeld tegen NAC. Je speelt in de spits. Hoe is dat voor jou? Ja, leuke ervaring. De trainer die begint de wedstrijd natuurlijk altijd met een praatje. Wat heeft hij tegen jou gezegd? Dat ik dus de 3-4 moet lopen en mijn duels moet winnen en altijd wel blijven. Is dat jou gelukt? Ja. Het wordt 1-0 voor ADO uiteindelijk. Die doelpunt heb jij gemaakt. Kan je dat doelpunt beschrijven? Ja, Marciano gaf een mooie crossbal op mij. En ik nam hem goed met mijn linker aan. En toen keek ik rustig waar de keeper heen goed ging. En hij ging al een klein beetje naar links. Dus toen schoot ik hem in de rechthoek. Dat had je heel goed gezien natuurlijk. Geeft dat jou een goed gevoel? Ja, geweldig. Dan ben je heel erg blij natuurlijk. Dus dat je voorstaat, zeker tegen NAC, die 4 punten voorstaat op jullie. Wat gaan jullie dan doen? Ja, ik weet het niet. Ja, gewoon vooral rustig blijven en zorgen dat we in de top 3 eindigen.